Deze webles behandelt geen nieuwe stof. Ook worden er geen voorbeeldopgaven gemaakt. Deze webles geeft een overzicht van alles wat je rondom één onderwerp moet weten voor je centraal examen. Probeer het verhaal te volgen en noteer elke term, elke formule en elke toelichting waarvan jij niet meer aan jezelf kunt uitleggen wat het is. En fris na het kijken van deze webles de achterliggende theorie op. Zo ben je efficiënt bezig en train je jezelf voor het centraal examen. En het onderwerp van deze webles. Is kracht. En we gaan kijken wat je allemaal moet weten rondom term kracht voor het Centraal Examen VWO. Het eerste wat je voor jezelf uh, goed moet duidelijk maken is dat kracht een vectorgrootheid is. En een vectorgrootheid wil zeggen dat het niet alleen een grootte heeft, het heeft ook een richting. Hoe kun je nu zien dat er een kracht werkt op een voorwerp? Dan kun je aan een aantal dingen zien. Het voorwerp kan aan het versnellen zijn of aan het vertragen zijn. Of het voorwerp kan van richting aan het veranderen zijn. Als dat zo is, dan weet je zeker dat er minstens één kracht op het voorwerp aan het werken is. Hoe groot die versnelling, vertraging of richtingsverandering is bij een bepaalde kracht, hangt af van de traagheid van het voorwerp. En eigenlijk kun je de traagheid koppelen aan de massa van een voorwerp. Hoe zwaarder een voorwerp is, hoe groter, hoe hoger zijn traagheid, hoe meer moeite je moet doen om het voorwerp van richting te laten veranderen. Als eerst gaan we kracht even koppelen aan een andere bekende term, namelijk beweging. We kunnen een aantal soorten beweging onderscheiden. En bij elk van deze soorten kun je iets zeggen over de kracht die op het voorwerp werkt. Makkelijkste beweging is eenparige beweging. Als een voorwerp een eenparige beweging aan het uitvoeren is, dan weet je zeker dat alle krachten op het voorwerp opgeteld samen nul moeten zijn. En dit heet de eerste wet van Newton. En dit houdt in de praktijk eh, houdt het in dat het voorwerp stilstaat, maar niet vergeten, dat houdt ook in eh, dat het voorwerp met een constante snelheid aan het bewegen is. Dus een auto op de snelweg die constant eh, aan het rijden is, daarvoor geldt dat alle krachten opgeteld op die auto samen nul zijn. De tweede beweging is een eenpaarig versnelde beweging. En eh, bij een eenpaarig versnelde beweging geldt dat er wel een eh, somkracht is, en die somkracht moet gelijk zijn. Aan de massa-maal versnelling van het voorwerp. En let even op de pijltjes, die ook bij andere um, formules erboven staan. Met die pijltjes geef je aan dat je te maken hebt met een vectorgrootheid. En in deze tweede wet van Newton zeggen deze pijltjes eigenlijk dat als je een, een, een netto kracht hebt in een bepaalde richting, dan zal het voorwerp ook in die bepaalde richting gaan versnellen. Dus de versnelling is altijd in de richting van je netto kracht. Een speciale, um, bijzonder geval is wanneer je te maken hebt met een vrije val. Wat heb je te maken met een vrije val? Dan weet je eigenlijk altijd de grootte van de versnelling. Die is 9,81 meter per seconde het kwadraat. En je weet ook de richting van de versnelling. Die staat namelijk altijd naar beneden, naar het midden van de aarde gericht. Daarnaast kun je ook de zwaartekracht uitrekenen, die is gelijk aan m maal g. Nou, wat moet je nu kunnen? Je moet kunnen uitleggen. Wat er gebeurt wanneer je iets valt, wanneer er wel luchtweerstand is, wanneer je de luchtweerstand niet mag gaan verwaarlozen. En wat je dan, dan zult zien, uh, is dat de versnelling steeds kleiner wordt naarmate de snelheid groter wordt. En op een gegeven moment bereikt het voorwerp dan een eindsnelheid. Sneller dan dat kan het niet vallen. En dat heeft dus te maken met de luchtwrijvingskracht. En je ziet hier de formule ervan. En in die luchtwrijvingskracht staat uh, de snelheid ook zelfs in het kwadraat. Dus hoe sneller het voorwerp valt, hoe groter de luchtwrijvingskracht zal zijn. En op een gegeven moment zal de luchtwrijvingskracht even groot zijn, maar tegengesteld gericht als de zwaartekracht, en zal de netto kracht nul zijn. En dan krijg je een eenparige beweging. De derde situatie die we gaan bekijken is de cirkelbeweging. En ook bij de cirkelbeweging heb je te maken met een netto kracht. En die netto kracht die moet als grootte hebben m maal v kwadraat delen door r, waarbij r de straal is van de cirkel die het voorwerp aflegt. Maar uh, deze kracht heeft ook een uh, aparte naam gekregen. Het heet de middelpuntzoekende kracht, en die zorgt er dus voor dat een voorwerp een cirkelvormige beweging kan maken. Wanneer je te maken hebt met voorwerpen die rond een hemellichaam cirkelen, dan kun je ook eigenlijk zeggen dat de middelpuntzoekende kracht altijd gelijk moet zijn aan de gravitatiekracht. En gravitatiekracht is eigenlijk een ander woord voor zwaartekracht. En um, wanneer je deze formule invult, dan kun je hieruit ook um, de derde wet van Kepler halen. En die derde wet van Kepler geeft ook aan hoe voorwerpen rond een hemellichaam draaien. En dat er een verband is tussen de omlooptijd en de afstand tot het midden van het hemellichaam. Belangrijk is dat die uh, gravitatiekracht uh, eigenlijk. Uh, een formule is die er anders uitziet dan die zwaartekracht. Ik moet eigenlijk anders zeggen. De zwaartekracht is een vereenvoudiging van de gravitatiekracht. De zwaartekracht geldt alleen op het aardoppervlak. En als je niet op het aardoppervlak staat, dan moet je de gravitatiekracht gebruiken, waarbij r de afstand is van het voorwerp tot het midden van de aarde. m en m zijn de massa's van het voorwerp en de aarde, of de zon of een andere planeet natuurlijk. En g is een constante die in tabel 7 staat in BINAS. Naast deze drie bewegingen is er nog een uh, formule die echt wel van belang is. Maar die je niet één op één kunt koppelen aan een soort beweging. En dat is de derde wet van Newton. En de derde wet van Newton zegt dat krachten altijd in duo's komen. En dat voorwerp A altijd een even groot, maar tegengesteld gerichte kracht uitoefent op voorwerp B. Als uh, vice versa. En deze uh, formule is ook wel gaan heten actie is min reactie. Dit is een beetje verwarrend, want het zou uh, inhouden dat uh, een van de twee krachten er eerder is of belangrijker is dan de ander. En dat is niet het geval. Een voorbeeld van zo'n actie is min-reactie. Uh, Krachten-duo uh, zijn gewicht en normaal kracht. Gewicht is namelijk uh, de kracht die je uitoefent op jouw ondergrond. Dus bijvoorbeeld wanneer je staat op de grond. En de normaalkracht is de even grote maar tegengesteld gerichte kracht van de ondergrond op jou. En die twee vormen dus een paar. Op het moment dat je geen contact meer hebt met de ondergrond, dan heb je geen gewicht, want je oefent geen kracht meer uit op de ondergrond. Je bent gewichtloos en er is dan ook meteen geen normaalkracht meer. Nu gaan we eens kijken wat moeten we allemaal kunnen met uh, die kennis van krachten. En dan kun je eigenlijk twee verschillende dingen onderscheiden. En door de vraag te lezen uh, die je moet gaan maken, door vooral het eerste woord te lezen, weet je eigenlijk al meteen wat er van je verwacht wordt. Begint het eerste woord met construeer of bepaal, dan moet er iets getekend worden. En be begint het eerste woord met berekenen, ja, dan moet je gebruik gaan maken van formules. Ga je nu krachten tekenen, dan is het handig om uh, vier dingen altijd wel een beetje in je achterhoofd te houden wanneer je een kracht tekent. En een kracht tekenen we als een pijl en dat is dat het pijl, de pijl moet ergens beginnen, dat noemen we het aanknopingspunt. De pijl heeft een lengte en die lengte die zegt iets over de grootte van de pijl, kom ik daarop terug. De pijl heeft natuurlijk een richting en die geeft ook de richting van de kracht en uh, alleen wanneer je een krachtenschaal weet kun je ook uh, door de lengte te meten uh, bepalen hoeveel Newton die kracht is. Dus een krachtenschaal is echt wel van belang. Um, als je krachten aan het tekenen bent, dan kun je dat eigenlijk op twee manieren doen. Krachten optellen door te tekenen. Je kunt als eerste de kopstaartmethode gebruiken, waarbij dus de tweede kracht tekent, begint te tekenen waar de eerste kracht eindigt, maar je zorgt er wel voor dat de tweede kracht even lang is en precies dezelfde richting heeft als de oorspronkelijke tweede kracht. En zo kun je alle krachten achter elkaar leggen. En dat is vooral handig wanneer je te maken hebt met meer dan twee krachten. En dan geldt waar de laatste kracht eindigt, daar eindigt ook jouw somkracht. En jouw somkracht begint waar jouw eerste kracht is begonnen. Hele handige methode, maar in sommige situaties kom je er niet mee uit. En dan heb je ook altijd nog een tweede oplossingsmethode achter de hand, en dat is de parallelogrammethode. En een parallelogrammethode is vooral handig wanneer je een somkracht al weet, maar niet uh, de grootte van de Twee krachten die samen die somkracht vormen, maar bijvoorbeeld alleen de richting. En dan kom je met de parallelogrammethode uit. En een bekend voorbeeld is uh, wanneer je een voorwerp aan een kabel hangt. De kabel buigt dan een beetje door. Je weet de massa van het voorwerp en dus ook de zwaartekracht. En dan kun je via het tekenen van een parallelogram, door eerst de somkracht te tekenen, uh, kun je de twee spankrachten bepalen. Want wat geldt er voor een spankracht? Je weet altijd de richting van de spankracht, die staat namelijk langs uh, de richting van de draad of uh, van het koord. En dan het berekenen en vaak wil je krachten optellen. Nu is het heel belangrijk dat je niet vergeet dat je krachten pas kunt optellen wanneer deze krachten dezelfde richting hebben. En dat je dan ook goed rekening moet houden dat een, uh, een kracht ook een negatieve richting mag hebben. Jij mag zelf kiezen in welke richting, bijvoorbeeld links of rechts of boven of onder, welke richting jij plus noemt, de positieve richting, maar staat een kracht dan precies tegenovergestelde richting, dan heeft het een negatieve waarde. Als je daarmee rekening houdt en de krachten staan in dezelfde richting, dan mag je krachten zo optellen. Als die krachten nu niet in dezelfde richting staan, dan ontkom je er niet aan om deze krachten te ontbinden in twee richtingen. Door alle krachten te ontbinden in bijvoorbeeld een x, en in de y-richting kun je daarna alle x-componenten bij elkaar optellen en al alle y-componenten bij elkaar optellen. Dus je ontkomt niet aan het ontbinden in componenten wanneer de krachten niet in dezelfde richting staan. Staan twee krachten nu onder een rechte hoek, dan kun je heel eenvoudig de grootte van de somkracht bepalen. Dat doe je dan door middel van Pythagoras, want de somkracht is dan altijd de schuine zijde van de driehoek. Moet je de krachten nu gaan ontbinden in componenten. Dan maak je uh, eigenlijk altijd gebruik van de Soscas en Towa regeltjes. En belangrijk is dat je uh, eigenlijk altijd als volgt te werk gaat. Teken eerst voor jezelf een driehoek. En kijk dan in deze driehoek uh, welke van de drie zijden je weet. En uh, of je de hoek weet en welke van de hoeken je dan weet. En als je twee van die gegevens hebt, dan kun je de rest daarmee uitrekenen. Vaak weet je de hoek. En weet je een van de drie zijden, en dan kun je met sos KAS, TOA, kun je de andere twee zijden uitrekenen. Een truc die je kunt toepassen wanneer je te maken hebt met een voorwerp op een helling, is dat je de x- en de y-as laat meedraaien met die helling, de x-as langs de helling en de y-as loodrecht erop, en dat je de krachten die je wilt ontbinden dan ontbindt langs die twee assen. En dan zul je zien dat in de meeste gevallen je jezelf wat werk bespaart. Vergeet niet dat de normaalkracht altijd loodrecht staat op het oppervlak, dus als je te maken hebt met een helling die onder een hoek staat, dan draait ook die normaalkracht mee onder een hoek. Dit is eigenlijk een vogelvlucht eh, alle belangrijkste termen die te maken hebben met krachten. Zoek ze op als je iets nieuws hebt gehoord, of tenminste iets hebt gehoord waarvan je denkt, hoe zit dat ook alweer? En probeer ook vooral jouw kennis te toetsen door het maken van heel veel opgaven en oefeningetjes. Succes!